En het is vandaag uh, Valentijnsdag, de dag van de liefde. En daar wil jij eigenlijk op een bijzondere manier even bij stilstaan. Ja, uh, nou ja, normaal vind ik het altijd uh, nou ja, een beetje commercieel gedoe, Valentijnsdag. Maar ik dacht, alles wat met de liefde te maken heeft in deze tijden, moet je gewoon beide handen aangrijpen. En wanneer ik het over de liefde heb, dan heb ik het over mijn vriend, mm -hmm. uh, Toby. Ja. En, Toby Lapmaker uh, is dat, ja. hè? de schrijver van. Uh... De geschiedenis van mijn seksualiteit. Ja, precies, hij is ja. een hele goede schrijver. Ja. En, um, nou, daar heb je hem. Ja. Um, en hij is uh, trans. En voordat ik met hem was, besefte ik eigenlijk niet zo goed hoeveel shit. en hoeveel narigheid trans mensen over zich heen krijgen. En ik denk dat dat komt doordat ik um, nou ja, niet zoveel trans mensen kende. Mm -hmm. En doordat ik ook eigenlijk niet echt wou zien dat, dit, ja, dat de wereld misschien minder leuk in elkaar zit dan mm -hmm. dat ik dacht. Ja. En uh, afgelopen weekend heeft Anouk, uh, nou ja, op Threads een transvaak bericht geschreven. En we hoeven het ook niet langer voor Anouk te hebben. Mm -hmm. En dat geeft er ook weer te veel macht. Mm -hmm. um, maar was, heel even dit was het bericht hè? Ja. Je, 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 je piemel eraf knippen. Dat maakt je geen vrouw. Dit maakt je wel ja. een vrouw. Dat is dan uh, en wat het nare Wordt is Wordt het nu gecanceld? Hè? Ik denk van haar was het ook waarschijnlijk uh, tegen de cancelcultuur. Cancel even cultuur. kijken wat er gebeurt. En ik denk in het bericht wat er eigenlijk gebeurt is dat zij uh, transvrouwen alleen maar reduceert tot hun lichaam... en dat ze bij, daarbij ook nog zegt dat dat lichaam niet voldoet. Mm -mm. En bij dit soort berichten... Um, ja, ja, het is dit bericht... Zullen we een ander Ja, ja, we wel, een ja. ja, ja we... Dat is dus veel ja. leuker. We ja. <laughs> ja, deze even weg. Um, maar bij dit bericht vind ik het gewoon... Uh, nou ja, het is dit bericht, maar je hebt ook andere berichten... En het probleem is dat de mensen die zich hierna uitspreken, het gaat nu niet over Anouk, maar de mensen die zich uitspreken, zijn eigenlijk voornamelijk trans mensen en queer mensen. En dat vind ik eigenlijk best wel gek. Dat de verantwoordelijkheid bij zorgen dat transfobie niet gebeurt bij de mensen ligt, waarbij het eigenlijk het meest pijn doet. En, en dat denk, andere mensen daarvoor opkomen. Ja, en ik denk dat bij, net als bij racisme, wil je ook. Uh, is het ook niet de verantwoordelijkheid van de mensen van kleur mm -hmm. om, te, om te zorgen dat er geen racisme is? En ik vind dat bij transfobie het niet de verantwoordelijkheid van trans mensen is, maar juist als je niet trans bent. En ik denk dat het best wel gek is dat er zo'n post is door iemand die zo'n groot bereik mm -hmm. heeft en wat zo haatdragend is. En dat we dan in, de publiek, publieke de, in het publieke debat geen discussie hebben over hé, hey, maar wat voor gevolgen heeft dit eigenlijk mm -hmm. en wat voor consequenties heeft dit? Dus mijn oproep tijdens. Vaderdag uh, ja. is denk na over de positie die je inneemt en spreek je uit juist als het niet over jou gaat. Ja. Mooi gezegd. Ja. 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 Dank je wel.